Daar zit onze lieve kopper. Ik heb misschien 2-3 uurtjes geslapen. Ik heb hem in mijn kamer gedaan, want bij Dirk had hij weer overgegeven en hij heeft niets meer in zijn buikje. En dan ging hij mee in zijn mandje, maar hij zit eigenlijk, zit hij de hele tijd. Hij gaat niet liggen, ook niet op het bed, hij gaat er even onder en hupt er weer uit. Het is zo triest. Ik heb hem even naar 6 uitgelaten, want hij vroeg erom. Hij heeft inderdaad veel geplast per keer. En hij wil niks eten, een half beschuitje gemaakt in water. Maar hij blijft gewoon hier, daar gaat de keuken niet in. Komt de kamer nauwelijks meer in. En nou ja, ik blijf er maar uit. Dirk is er ook al uit. En eens even kijken wat vandaag de uitslagen worden van zijn bloed. Maar ik denk niet dat het best is. Hij heeft ook eigenlijk niet geslapen. Af en toe een beetje wegdommelen, zoals nu. En dat is het dan. Ongelooflijk, zondag waren we nog in het Gooi. En was hij echt nog goed. Hij had wel zijn mankementen. Ik wist wel dat hij wat had. Maandag nog mee geweest naar mama aan het schoonmaken. En ineens is hij niets meer. Kopper, kopper, ben je mee geweest? Kijk, dan gaan die oortjes weer even. Het is echt diep triest. Koppen lekker slapen. Hè? Koppertje lekker slapen. Koppen, kijk eens. Nou, lieverd. Dan straks even naar het andere vrouwtje. Dit is te triest voor woorden. Moet je zien hoe die trilt. Hij ligt nu in ieder geval. Hij heeft de hele tijd gestaan. Elke keer naar mijn kamertje. Is hij eventjes, breng ik hem even naar de woonkamer. Dan is hij binnen no time weer in mijn kamertje. Hij zondert zich af. En nu ligt hij gewoon compleet te trillen. Hij is bek af natuurlijk. Hij heeft geen eten meer in zijn buik. Hij is leeggeplast. Het was puur water wat hij plaste. En ik heb geprobeerd een half beschuitje met wat water erdoor. Maar hij keert echt zijn neus ervoor om. Hij moet er niets van hebben. Dus het is einde verhaal. Want dit wil je ook niet langer aanzien. Het is voor het hondje. Het hondje snapt er helemaal niets van. En het is zo'n levendig hondje. En nu zo'n zielig hoopje. Hij wordt ook gek van een getril. Kopper. Kopper. Kopper, kijk eens naar het vrouwtje. Kopper. Kijk eens eventjes. Wat is er? Wat is er? Hij is weer misselijk. Maar hij heeft helemaal niets meer. Kijk. Ik ga hem helpen. Kopper, ga je niet meer graven? Ga je niet meer graven? Oh, dat kopje gaat wel lekker scheef. Dat zijn we ook gewend van je. Hè? Kopper, kijk eens even hierin dan nog. Hé, lieverd. En zo, moet ik tril? Nou, dat gaat niet. Dat wil je niet.
They say the best things are free. Gonna love you till the end.